De Surinaamse politiebond heeft in verband met haar 100-jarig bestaan gisteren een monument onthuld. Het monument dient als nagedachtenis aan alle politieambtenaren die hun leven hebben verloren bij de uitvoering van hun werk. Het gedenkteken is onthuld bij de politieacademie. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, deed de onthulling. Voorafgaand hieraan hielden prominenten uit het korps toespraken. Korpschef Roberto Prade zei dat het korps politiefunctionarissen heeft verloren als gevolg van fouten die ze zelf maakten, maar ook als gevolg van handelingen gepleegd door criminelen of andersdenkenden. Ook de voorzitter van de politiebond, Raoul Hellings, kwam aan het woord. Voor Hellings is er totaal geen reden tot feesten. Hij legt uit waarom hij niet in een hoera-stemming is. Er is geen enkele reden om feest te vieren. Maar dan kunt u weer de vraag stellen. Waarom dan? Zo gemakkelijk komt u er niet vanaf bestuur. En ook daarop hebben wij antwoord. Omdat wij als vakvereniging en met name het bestuur helemaal niet tevreden zijn met daar waar we zijn als vakorganisatie. We zijn de mening toegedaan dat we als vakorganisatie veel verder hadden moeten zijn. Wij hadden ons als vakvereniging niet bezig moeten houden met het onthullen van monumenten en het opkomen voor meer geld voor de politie, dan wel te gaan zien of in de bres te springen voor politiemensen, omdat de toiletten op het bureau er niet goed uitzien. Dat niveau zouden we niet moeten hebben in 2019. Dit monument, of althans deze dag, de onthulling daarvan, heeft een mooie kant, om het zo te zeggen, heugelijk, maar ook een droevige zijde. Omdat dit monument bedoeld is om makkers die ons zijn voorgegaan als gevolg van een incident, een ongeluk, in de line of duty. Wij weten allen dat ongelukken kunnen gebeuren. In het leven, in zijn algemeenheid. Maar meer nog als politieman. Je gaat van huis, goed en wel. En je weet niet of je terugkeert. En als je terugkeert, hoe je terugkeert. Wij hebben gisteren nog, helaas, één dag voor dit heugelijk moment, een collega ten grave moeten dragen die eveneens in de line of duty ons voor is gegaan. Voor minister Stuart Getrouw is één van de doelen die het korps nastreefde gerealiseerd. Hij benadrukt dat reeds vanaf zijn aantreden er steeds is gewerkt aan het herstel van de rechtspositie en waardering van politiemannen. Ook is er gewerkt aan betere communicatie onderling, waardoor er ook oor is voor de problemen van het korps. Op heden 17 november 2019 mag ik wel met trots zeggen dat wij, het ministerie, de korpsleiding en deze bond het hebben kunnen realiseren. Vrij van nepotisme en eigen belang. Surinaamse politiebond. Namens de president zijn excellentie Desi Bouterse en de volledige regering van de Republiek Suriname feliciteer ik u met uw 100ste verjaardag. U heeft bewezen dat u gedreven door uw assertiviteit, proactiviteit, innovatief denken, de visie van het KPS samen met het ministerie en de korpsleiding naar grotere hoogte kan tillen. We kunnen zodoende op de meest duurzame wijze invulling geven aan de ons gegeven opdracht. En nu komt het. Het gaat om het bewerkstelligen en het blijven handhaven van de openbare orde, rust en veiligheid. Minister Stuart Getrouw gisteren bij de onthulling van het monument voor de politiebond. Dat dient als nagedachtenis aan alle politiemannen en vrouwen die hun leven hebben verloren bij de uitvoering van hun werk. De Surinaamse politiebond vierde gisteren haar 100-jarig bestaan.